ik hem eventjes afslaan. Even een tikkie. Oh. Nee, maar dat is... Kijk. En anders draai ik even een checkie en dan geef ik ze even een beetje rook. Maar normaal gesproken hoeft dat gewoon niet. Ik heb hem net al een keer open gehad, maar... Maar dat is met deze bij... Kan ook wel. Kijk, wat ik hier heb is raadhoning. Daar zit de raad in. Dat is puur natuurgebouwde raad dit. Ik gebruik ook deze raad als die helemaal verzegeld zou zijn. Dan kan je op een gegeven moment die raad met de honing opeten. Maar dan moet het allemaal dicht zijn zoals deze. En dit is, als dat helemaal dicht is zo, dan pas kan ik het oogsten. En dat heb ik hier ook met de rest van de honingkamers. Die zit wat meer in. Ik zal even een andere pakken. Die zijn nog wat verder. Ik hoop het. Pak ik er nog eentje. Even rustig eruit halen dat er geen bij beschadigd wordt. Nou, deze is al verder. Dit is ook raadhoning. En er zit de honing in. Maar hij is nog niet verzegeld. Ga ik hem omdraaien. Kijk, deze is al verder. Zie je? Maar die moet echt helemaal verzegeld zijn, want anders zou het kunnen gaan gisten. Nou, daar heb ik niks aan. Want als de deksels bij de mensen thuis van de potten vliegen, dan hebben we natuurlijk een probleem.